Vandaar krijgt u het tweede deel van ons gesprek met Henk Mariman. De jeugdcoördinator vertelt over de scouting en over zijn ambities met de jeugd. Henk Mariman schreef een volledig nieuw opleidingsplan, maar dat kan pas slagen als er voldoende talentvolle jeugdspelers zijn. Daarom vernieuwde hij de structuur van het scoutingsapparaat. We hebben met een zeer, zeer sterk en zeer gemotiveerd scoutingsteam hebben we een totaal nieuw plan geschreven. Terug volgens dezelfde opbouw, dus de onderbouw, middenbouw, bovenbouw. Elke bouw heeft dus een hoofdscout en daaronder zitten scouts en tipgevers. En met die mensen gaan we binnen bepaalde regio's, maar ook binnen bepaalde onderverdelingen, gaan we zeer gericht op zoek naar de beste talenten. Club Brugge moet uiteraard de beste spelers aantrekken. In totaal zijn er nu 28 mensen actief bij de scouting. Dit jaar werden een 30-tal nieuwe jeugdspelers aangetrokken, maar dat was nog niet volgens de nieuwe filosofie van de scouting. Het is zo dat we voor het komende seizoen dat we ons willen richten naar die beste spelers. En dat we gericht per categorie x aantal spelers willen binnenhalen die absoluut een meerwaarde hebben. Wat zie je heel vaak in opleidingen, is er worden 5, 6, 7 spelers aangetrokken. En vervolgens verdwijnen ze het jaar erop. Het is veel beter en veel gerichter, veel efficiënter dat je 2 of 3 zeer sterke spelers haalt. En dat misschien een aantal jaar doet. Dan zie je het niveau van de teams zo stijgen. De jeugdcoördinator wil resultaten boeken met de nieuwe structuur, maar dat betekent niet zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Ik geloof absoluut niet in resultaat. Ik heb in de afgelopen 10 jaar gezien dat resultaat geen enkel duidelijkheid geeft of een speler kan doorstromen, ja of nee. Dus ik beoordeel wedstrijden nooit naar winst of verlies. Waar ik het wel op beoordeel is hoe ontwikkelt een speler individueel. Je kan tegen een bepaald team spelen en dat team kan misschien elke keer winnen. Maar op het einde van de rit gaat het over die 1, 2 of 3 spelers die doorstromen. Dus het gaat over het individu. Wat wel een aspect is, als je bijvoorbeeld tegen een ander team speelt, is de winnersmentaliteit die je speler heeft. Want zonder de wil om te winnen of de wil om beter te willen zijn, kom je niet aan de top. Dat is wel een belangrijk aspect. En dat is een aspect dat we absoluut gaan stimuleren. Na 3 jaar zou Club de vruchten moeten plukken van het nieuwe opleidingsplan. Maar ook voor dit jaar heeft Henk een duidelijke ambitie. 2 belangrijkste pijlers binnen een opleiding zijn de scouting en is het topleidingsplan. Dus die 2 wil ik op punt zien dit jaar. Ik wil alle procedures stevig uitproberen. Het opleidingsplan helemaal uitspitten, perfectioneren. En dat zijn de 2 belangrijkste aspecten voor het komende seizoen. Daarnaast zijn er uiteraard nog talloze andere projecten die van start gaan. Die zeker ook belangrijk zijn. Maar die 2 pijlers zijn van onschatbare waarde voor een opleiding.